Vandaag zou er eigenlijk een voorstelling zijn van Mephistopheles. Maar door corona kon dat niet doorgaan. Faust Working Title is een voorstelling die in heel korte tijd is samengesteld. En met behulp van iedereen die er aan mee heeft gewerkt, is eigenlijk de inhoud bepaald. Het is iets wat je kan zien zonder te begrijpen. Het is een collagevoorstelling en tegelijkertijd heeft het toch ook echt zijn eigen identiteit gekregen in de afgelopen 3 maanden. Het materiaal van de voorstelling bestond nog niet toen we begonnen met werken. Dus dat betekent dat je eerst een andere rol aanneemt dan die van regisseur of van dirigent of van decorontwerper. Namelijk in de eerste plaats de rol van maker. En het zorgt ervoor dat er hele spannende gesprekken plaatsvinden tussen iedereen in het team. Dus niet alleen Manoy en ik. En ik denk, omdat we onze rol blijven bevragen, dat het verhaal wat we vertellen niet maar van 1 persoon komt. En dat is voor ons heel belangrijk. We wilden heel graag met deze voorstelling een heel breed scala aan muziek laten horen, omdat er heel veel verschillende lichamen op het podium aanwezig zijn. En we in de archieven van elk persoon zijn gaan graven. En in die archieven zit eigenlijk veel meer dan alleen muziek die met Faust heeft te maken. Dus we hebben stukken gekozen uit de Faust-operatische traditie, maar ook andere stukken uit de klassieke westerse muziek. Stukken die helemaal niet klassiek zijn en zelfs muziek die eigenlijk niet westers is. Omdat er best wel veel beperkingen op het project lagen, qua tijd en qua mogelijkheden, wilden we toch heel veel stemmen laten horen. En een fantastische manier om dat te doen bleek om aan componisten uit de hele wereld te vragen of zij wilden reageren op de muziek die wij hadden gekozen, door daar zelf een laag aan toe te voegen. Soms hebben we componisten gevraagd om heel dicht bij het origineel te blijven, maar daar een nieuwe wereld omheen te scheppen. En andere componisten hebben eigenlijk de muziek compleet uit elkaar getrokken en misschien wel niet meer echt in elkaar gezet. Je voelt denk ik aan alles dat het echt in 2020 is ontstaan. En het is echt een reactie op wat er in de wereld gaande is. En dat zie je niet allemaal letterlijk terug in de voorstelling, maar het is zo voelbaar dat dit gewoon niet al 4 jaar geleden of langer geleden had bedacht kunnen worden. Dat is iets wat het ook gewoon super intens en bijzonder gaat maken.